Ja, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij de Minecraft Build Off! Hopelijk na het beginstukje gaan we geen domme comments meer krijgen inderdaad. Maar ja, goed, we gaan lekker beginnen. We gaan vandaag weer Minecraft Build Off spelen, het is heel simpel. Ik heb hier vier prachtige deelnemers. Het zijn Divi13. Dap. Marijn Stube. Hi. Willem en Sander samen. Hey. Hi. Oké, een soort van. In ieder geval wat deze gasten moeten doen, is heel simpel. In een kwartiertijd is zo mooi mogelijk iets maken, een onderwerp. En dat onderwerp ga ik ze geven. Het is heel erg simpel. Zijn we er een beetje klaar voor? Ja. Nee. Ja? Zijn we er klaar voor? Wat gaan jullie bouwen? Ja. Namelijk is een modern huis. Daar gaan we. 3, 2, 1. Sick. Let's go. Nee. Mag ik één ding afvragen, Dylan? Jij als jurylid, waarom heb ik een piemel? Wie heeft dat gedaan? Dat weet ik niet. Blen, niemand weet toch, fuck Kowie? Nee, helaas niet, jongen. Jammer. Oh, ik geef Marijn de schuld. Ik vind het jammer, want dit betekent dat ik een achterstand heb. Een achterstand, ja. Dat is die 10 seconden die moet goed maken. In ieder geval, jongens, we gaan bouwen een modern huis. Ongeveer, ik krijg precies een kwartier de tijd. En na een kwartiertje moeten ze stoppen met bouwen, moeten ze omhoog vliegen. En dan gaan jullie kijkers moeten bepalen wie de winnaar is van de vorige... Van de beeld af eigenlijk. Met een straalpoel beneden natuurlijk in de beschrijving. Dat is mag ik wat zeggen? Ja, durf nee. Willem heeft min 3. Nee, wat de fuck? Willem heeft met 3. De vorige keer was trouwens de winnaar geworden. Dat was ook weer Enduren, dat is de vorige keer gewonnen. Ja, Joost, verdomme. Ja, daar ga je al. Ik bedoel, Enduren, en Willem. Hoe kunnen wij daarvan winnen? Nou, Duffy, je bent een hele goede bouwer. Moet je zien, man. Ziet er goed uit. Oké, we gaan even beginnen over een huis. Hè. Wat belangrijk is natuurlijk, we krijgen natuurlijk ook punten van mij natuurlijk. Een paar dingen die in een huis moeten. Duffy, wat moet er echt in een huis? Een deur. Een deur. Als iemand dus een deur vergeet, heeft diegene alvast minpunten, mag diegene alvast, ja, kans minder te winnen. Nou, Sander, wat vindt u, jij moet in een huis? Ja, een bed. Een bed! We moeten allemaal een bed hebben. En waarom moet je een bed hebben in huis, Sander? Om te slapen. Om te slapen, zegt hij maar. Hoor die stemmen, hè? Vergeet te lopen feesten, die Sander, jongen. Nou, wil je niet weten. In bed. Willem. Ja? Vertel, wat vind jij het in een huis moet? Ik denk een pooltafel. Hij maakt het moeilijk voor het team. Het is toch een modern huis, Mattie? Een pooltafel. Het moet een pooltafel in zien te komen, want het is een modern huis volgens Willem. Dus onthoud het goed. En de laatste natuurlijk, en zeker niet de minste, die wel met het minste heeft. Die heeft letterlijk gewoon één paaltje in een raam. Marijn. Ja, ik ben bezig met blokjes te verzamelen. Oké, Marijn, wat is het survival, man? Wat moet er van jou? Ik vind dat in een modern huis dat er wel een zwembad bij hoort. Een zwembad? Oh, natuurlijk. Duffy vindt dat zo leuk om te bouwen. Ja, joh, we gaan doen dus ook meteen van olifant erbij. Oh, really, Duffy? Ga je het zo doen? Mag ik ook nee, dit is het. Nee, luister, ik doe dit zo. Oh, ik snap. Ik het dan zo meteen ja, weet. Ja, ik snap. Snap je? Slim. Ik dacht even, oké, nou, pleur ik het bed maar neer. Dan werk ik ervan af. Oké, we gaan kijken op het bed. Duffy heeft best wel veel staan af. Ik denk dat het snelst begint met Sander gaat nu het snelst. Sander heeft het meest. Tuurlijk. Dus Sander, vertel. Heb jij een beetje een bouw... Heb jij bouwervaring? Nee, eigenlijk niet. Ben je geen bouwteam, DDG of zo? Nee. Hij liegt. Hij liegt helemaal niet. Ja, in ieder geval is Sander. Sander die kan blijkbaar best wel goed bouwen. Hij is natuurlijk een van de Mindtopianen die we kennen. Dus daar mag Sander vandaag lekker meedoen met de opnames. Sander, ik ben benieuwd wat jij hier neer gaat zetten. Ja, ik ook. Een villa wordt het. Ik zelf ook nog niet. Dat is wel goed. Nee, ik weet het echt niet. Nou, dan gaan we naar beneden, Willy. Willy, vorige keer tweede plaats. Hoe voelde dat? Nou, kut. ja, weet je wat is hier? Je kan beter derde worden dan tweede, want tweede dat is dan is gewoon net niet, ja. Ja, we staan erbij. Maar vertel, Willy, waarom vond jij dat jij eerst moest worden? Want op Skype was je nogal boos, dus ja. Ja, nou, weet je wat was? Nou, het ligt niet aan mij, hoor. Kijk, je hebt geweldige kijkers, Dylan. Dat wil ik ten eerste zeggen. Ik vind het al heel vet dat mensen voor me gestemd hebben. Ik zou het daarom ook wel waarderen als ze nu weer gingen stemmen. Maar hé, dat is iets anders. Maar ik dacht van ja, nou, ik heb een heel mooi zwembadje had ik toegemaakt. En een leuke tiki-huisje. En ik had zo'n raketijsje dat je kon kopen voor een paar barkies. Ja. Ik vond het gewoon ziek. Lekker een barkie. Je vond het ziek en jij vond dat jij beter was dan Joost? Nee, dat zeg ik niet. Ja, vond dat je moest winnen in ieder geval. Laten we daarop houden, Ja, dat wel, ja. Ondertussen heeft Marijn al bijna een muurtje staan. Ja, ik Oh, Marijn! Dat is niet te veel. Ik krijg nu echt een flashback naar de DHD-tijden gewoon. Marijn, al het laatste klaar was. Je weet dat ik. Je hebt me gevraagd hiervoor. Ik wil best meedoen, Willem. Maar... Willem, je noemt ook wel Willem. Je mag gewoon Willem noemen. Je weet dat ik en Bouwen niet goed samen. Ik ben geen tweede plaatser, hè? Shit, man. Oh. Dan gaan we kijken met Duffy. Oh, Duffy, je hebt een mooie blok gemaakt. Ik
Nou, doe even normaal. Lekker van ik weet niet of je weet hoe een modern huis eruit ziet, maar ze zijn vaak vierkant. Nou. Oei, daar heeft hij wel een punt. Nou. Ja, niet echt. Oké, nou goed, Duffy, ik ben benieuwd wat Duffy gaat neerzetten. Hij komt nu weer. Hij gaat schuim bouwen. Oh jongens, pas op, daar komt een dakje op. Jij bent nu jouw kijkers tegenop aan het zetten tegen mij. En dan vergeet je ook weer mijn link in de beschrijving te zetten. Dat is de grap, hè? Dat vergeet ik niet. Niet nee, de video, de eerste vorige video die ik mee heb gedaan. Mensen in de reactie zeiden: Dylan, je bent zijn kanaal vergeten. Zeg ik, nee, ben ik niet vergeten. Ik doe het expres er niet in. Heeft Duffy een kanaal dan? Ja, Duffy Games Double S. Mag je even reclame maken voor jezelf? Abonneer op Duffy Games Double S, want ja. En ben je Wils en Marijn Stuwe. En Sander heeft ook een kanaal. Sander, wat is jouw kanaal? Vertel. Ja, gewoon mijn username. Zo Sander. Zo Sander met dubbel R? Ja. Met dubbel R. Ja, jongens. Dus Sander. We doen het even zo. Als Sander deze build-off wint, dan moet je allemaal abonneren op Zo Sander. Verliest Duffy deze build-off, moet jullie allemaal unsubben bij Duffy. Dat is de nieuwe regel, jongens. Het wordt een soort deathmatch. In ieder geval, Sander is op dit moment het verst. Samen met Willem. Sander heeft zijn skelet al af, plus de muren. Willem heeft alleen maar een skelet af. En als laatste, Marijn, die heeft één muur. Hoe kunnen zij verder zijn dan mij? Dat is onmogelijk. Nou. Jij bent het vers. Maar jij bent wel het kleinst, Duffy. Ja, maar klein is fijn. Je moet je thuis voelen in je huis. Hey, Duffy, kan je nog herinneren mijn topje wie een huis heeft ontworpen? Zeg maar Geen idee. Oh. Was het Benjamin? Ik vond het best wel een modern huis. Ja, maar nu bewaar ik een kwartier voor, want we zitten al 5 minuten. Dus om maar 10 minuutjes te gaan en dan is de build-off alweer voorbij, jongens en meisjes, dames en heren. Hier heb ik vandaag ietsje meer ruimte dan de vorige keer gehad. Volgende keer gaan we weer nog meer ruimte gebruiken. Maar ik wou geen arena bouwen op deze server. Want ik wil namelijk gaan doen in deze server is volgende. We gaan zoveel mogelijk van deze build-off dingen naast elkaar plaatsen. En op een gegeven moment gaan we lekker een map vrijgeven. En dan kunnen mensen gewoon erop rondlopen. Want sommige mensen vroegen. Awesome. Ja, dus op die manier gaan we dat doen. Dus als ik een Easter egg verstop in deze map en jij vindt hem zo meteen niet, dan staat hij voor altijd. Ja, dan kunnen kijkers hem vinden, ja, Duffy. Ik weet in ieder geval wie ik ben aan het einde van de build af meteen. Nou, dat is wel duidelijk. Want dus is Sander. Sander, vertel. Wat is dit voor kleine hokje? Of ga je het geheim houden? Nou, dat hou ik nog geheim. Het hou ik nog geheim. Oké, jongens, Sander heeft in ieder geval een geheimpje. Dat is iets wat hij achter de hand houdt. Hij heeft iets achter de hand, dat is een geheimpje. Er is wel meer geheim bij Sander. Wow. Wow, ik voel hier een spanning, jongens. Ja, echt, hè? Dit is wel iets heel vreemd. In ieder geval, Willem, licht toe. Willem, gaan eigenlijk de muren erin? Ja, ik ben er bijna mee bezig. Ik wil zeggen, Willem heeft denk ik wel het grootste huis. Het is natuurlijk huis. Het is een modern huis. Ja, maar kijk, weet je, je hebt maar een kwartier, dus je moet ook aanpassen in size. Ja, ik wil opzetten, je hebt nog 7 minuten. Ja, maar 7 minuten. Oh, ik ben benieuwd, Willem, hoe hij dit gaat afmaken. Want jongens, even kijken, tot nu toe heeft Marijn het minst. Ja, maar hij gaat lekker. Hij heeft een muurtje. Zijn muur komt eraan, jongens. Zijn muur komt eraan. Het ziet er niet slecht uit, Marijn, moet ik zeker zeggen. Oké, we gaan nog één keer overhoren. Even overhoren. Duffy, wat had jij ook weer in je huis? Wat ik in mijn huis zou maken? Ja. Wat ik zei? Een deur. Een deur. Sander, wat heb jij ook weer in je huis? Een bed. Een bed. Willy had een? Pooltafel. Pooltafel. De laatste, Marijn had een? Zwembad. Oké, Marijn, waar gaat jouw zwembad komen ongeveer? Ja, shit, hoor hem. Shit. Ik denk hier zo. Hier komt een mooi zwembadje. Ik ben benieuwd wat Willem. Waar ga jij jouw zwembadje plaatsen? In de tuin. In de tuin. Hartstikke goed. Ook, ik zie op een gegeven moment eigenlijk wel Sander is wel heel mooi bezig. Och, mooie Jezus. Vloertjes. Ik zie de pooltafel al staan. Hartstikke goed. Maar je moet wel nog een dak erop maken, hè, Sandertje? Ja, dat komt. Rustig. Dat komt. Nou, Duffy is lekker bezig met kwarts, jongen. Waarom loop je nou te spoileren, man? Ik vind het wel een beetje oneerlijk voor Duffy. Opgeven is ook niet erg, snap je? Kijk, als je dan... Hele huis klopt niet. Dat zit in ieder geval zo, Duffy's huis. Laat me zeggen, het is een hele rijke boer, hè? Mijn huis klopt niet. Een hele rijke boer? Ja, zijn huis lijkt een klein beetje op een boerschuur, zeg maar, op een boerderijschuur. Jongen, wacht maar als het af is, jongen, dan zeg je tegen jezelf, oh, ik wou dat ik woonde, ik wou dat ik niet zo'n kutopmerking had gemaakt. En dan zeg Oké, ik ga even kijken met Marijn. Ik kan hier, zeg maar, zo het deurtje open wiggelen, dan kan je zo naar binnen. Ja. Lekker veilig. Dat ziet er goed uit, jongens. Hij moet wel veilig zijn, natuurlijk, op slot kunnen. En ja, je kan een beetje aankleden voor de extra puntjes, jongens. Beetje aankleden voor de extra puntjes, daar is Willem heel erg goed aankleden, kijk wat we moeten maken, gek. Ja, we moeten een huis maken. We hebben kwartier de tijd. Die hey, als je het zo goed zelf kan, hè? Ja. waarom doe je zelf nooit mee? Nou, is goed, volgende keer. Ik ga een keertje meebouwen in ieder geval. Nou, Duffy, doe lekker ruimte, lekker uit hier ook. Kan lekker chillen hier. Het start op. De
Heb je nou de boel kapot te slaan? Nee. Hey, oprotten nou, hier, eruit. Oké, sorry. Oprotten. Ik ga er wel uit. Het ziet er in ieder geval hartstikke mooi uit. Typische boerderij. Hartstikke tof. Zeker. Sander, heeft het zwembadje zie ik in ieder geval staan. Hartstikke goed. Ik zie de pooltafel. Sander heeft nog geen bed en geen dak. Dus het dak moet nog komen, want jullie hebben nog maar 6 minuutjes, jongens. Minder dan 6 minuutjes. Minder dan 6 minutjes. Maar als we nou met z'n allen afspreken dat we 5 minuten extra willen. Ja. Nee, yeah. dan is het gewoon denied. In ieder geval mensen, wees belangrijk. Beneden in de chat kan je stemmen op jouw favoriete gebouw eigenlijk. Huis is het natuurlijk, op jouw favoriete huis. Laat het even weten in de comments wat je graag wilt zien in de volgende build-off. Wat voor soort, ja, eigenlijk wat voor onderwerp we moeten bouwen. Wees slim, maak iets leuks, voorzien iets leuks voor deze gasten, want kijk hoe goed ze kunnen bouwen. Ik bedoel, ja, Willy Wils is lekker bezig, Marijn is lekker bezig, Sander is lekker bezig. Hij is geïnspireerd op een villa die ik vroeger een keer gemaakt heb. En dan heb je Duffy nog. Is ook lekker bezig. Duffy is ook lekker bezig. Geige Duff, ziet er goed uit hoor. Duffy? Ja, ik doe gewoon mijn best, ik ben geconcentreerd. Ik zie het al, het zwembad, oké, het zwembad komt tevoorschijn. Ik moet winnen, snapte? Ik snapte. Oké, ondertussen moet je ook nadenken, jongens. Iets wat ik ga het misschien melden, wat Willem heeft en de rest nog niet gedaan heeft. Hé, hey, Matty. Willem heeft al gras neergezet. De anderen hebben nog steeds met gek kleurgekleurd wol bij hun om het huis heen. Ondertussen hebben we nog maar 4 minuten. Marijn, nee, daar gaan we weer, Marijn. Tempo maken, jongen. Ja, jongens, ik ben tempo aan het maken als een malle, ouwe. Als een malle? Dit kan ik neerzetten in 10 seconden, man. Ja, de schematics. Oké, dan gaat hij Marijn tempo maken. Marijn die heeft nog geen dak, die helemaal niks. Sander moet ook een tempo erop, want Sanders dak is er ook nog niet. Oh, ik zie dat hij voor een tweede verdieping gaat. Die heeft lef in de 4 minuten. Gaat het lukken, Sander? Ja, vast wel. Vast wel. Hey. Je moet tempo maken. Je kan ook met dingen werken, hè? Dat weet je. World edit. Oké. Okay. Sander is meer van een handmatige gedoe. Duffy, ja, lekker. Duffy ziet er goed uit, hoor. Strak. Strak hier, hoor. Hey. Ja, maar ik krijg het niet voor elkaar. Lekker diep zwembad ook. Oh, heerlijk. Genieten. Genieten. Dat is dus het probleem dit. Daar was ik al bang voor. En hij is weg. Duffy. Nou, Duffy, wat je kunt doen. Steeds regio's doen. Kleine stukjes, Duff. Ja. Heel goed. Ik zie het in ieder geval. Oké, Marijn. Hoe gaat het met jou? Want je zwembad is er nog steeds niet. Nee, klopt. Je bed is er nog steeds niet. Je pooltafel moet ergens passen. Ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij het gaat afmaken. Willem heeft wel een mooi groot huis. Laten we het simpel houden. Ja, hey, Willem, dat sowieso. Je mist wel een paar muren, Willem. Ja, klopt. Ik ben nu nog bezig met het zwembad. Want ik dacht, kut, ik moet nog een pluspunt halen. En het is nog een beetje donker. Ondertussen houden we de laatste 3 minuten van de build-off in. Man. Dus tempo mag een, jongens. Tempootje erin. Ondertussen, ja, helaas mis je punten. En dan is de kans vrij klein om te winnen. En Sander moet al helemaal tempo maken. Want Sander die heeft groot gegokt. Die wil hoog bouwen. Ja, tempo, Sander. Kom op. Je kan het. Komt goed. Vertrouwen erin, jongens. Paniek begint nu erin te komen. Zeker bij jongens zoals Marijn, die natuurlijk echt nog heel veel moet. Willem moet nog best wel veel doen. En Sander moet nog veel. Ja, Duffy is best wel relaxed. Tot nu toe heeft Duffy punt 1 is binnen. Waar is Duffy zelf? Ik zit in mijn huis. 2. En, oké, Duffy. Hij wel, dan gaat dat je moet bouwen nog, hè. Je bent nog iets vergeten. Ik ben bezig ermee. Heel goed. Ondertussen hebben we nog maar 2 minuten. Nee, oké. Nee. 2,5 minuut, jongens. 2,5 minuut hebben jullie om deze build onder te winnen. Kom op, Marijntje. Je kan het, jongen. Vertrouwen erin. Je kan het. Ja. Ik heb alleen zelf iets minder vertrouwen, maar... Oké, zwembad moet erin. Willem gooit zijn muren er eindelijk in. Hartstikke fijn. Willem, het is wel een beetje donker in je huis. Ik weet het. Ik ga zo de dingen inzetten. Oké, jongens. Het gaat hartstikke goed. Sander gooit een lekker tempo in. Die van Sander ziet er ook wel goed uit, jongens. Ik zie wel toch wel een paar mooie huizen tevoorschijn komen. En die van Duffy is zeker één van de 3 mooie. Duffy, ik wil ook winnen. Dat is het probleem. Ik ben trots op je, Duff. Het ziet er hartstikke goed uit. Oh, dit is echt mooi gedaan. Dit is heel leuk. Niet vertellen. Nee. Ik ga niks vertellen. Het ziet er strak uit, Duff. Ik moet zeggen, het ziet er echt strak uit. Zeker weten. Het is heel slim gedaan wat Duffy daar maakt. Het ziet er echt heel mooi uit. Dat is echt heel cool. Moet ik echt eerlijk toegeven. Dat is... goed verzonnen. Laatste 1,5 minuut van deze build-off. En dan is het de beste weer op. 1,5 minuut. Ik ga 1,5 minuut. Tempo maken. Tempo. Denk aan de punten. Je bent echt zo zenuwer dan net, Dylan. Let's go. Oh, Marijn, je moet nog heel veel doen, Marijn. Marijn, kom op nou. Je kan het. Oh, Marijn. Water. Zet water. Kom op, Marijn. Oh jee, Marijn lijkt paniek. Ik zie... Oh, Sander's dakje staat erop. Sander is denk ik... Bijna klaar. Alleen lampjes erin, Sander. Kom op. De laatste minuut is ingegaan, jongens. 60 seconden is deze beeld al voorbij.
Duffy, ik vind jouw hok een beetje eng. Ja, ja, ik begrijp het. Een beetje een rape-hok lijkt het meer. Ja. Maar het ziet er heel goed uit, hartstikke goed. Kom Marijn, je hebt nog heel weinig tijd, jongen. Je kan het. Oh man, Marijn, laatste minuutjes ingegaan, Marijn. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Water erin. Waar is water, Marijn? Ik kan het niet aan. Oh, jongen. Marijn, je raakt het paniek. Marijn, je raakt het... Zet water. Marijn, je kan het, jongen. Ik ben heel erg benieuwd. Nee, helpen. Ja, maar hij heeft hulp nodig. Het is een arme jongen. In een mooie villa. Willem. Zo. Pff, heel goed. Willem, gooi je er een tempootje in of wat? Ja, ik ben bezig. Ik moet nu een poelt afmaken. Oh, nog maar 15 seconden. Dan gaan we. Nee. Nog. Maar. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee! En einde beelden! Komt-ie maar! Jongens. Komt-ie maar! Omhoog vliegen, Sander. Ik mis Sander. We hebben ze allemaal. Oh, wauw. En dan mogen we even kijken nemen bij de andere deelnemers, jongens. Wie gaan we beginnen? Sander, ja, die is wel leuk hoor. Ja, zeker weten. Ja, nou, komt er wel even naar het midden. Dan gaan we bepalen wie er als eerste moet, jongens. Oh. Beginnen, Sander. Het getal onder de 10. 3. Heel goed, jij mag aan het beginnen. Hoppakee! Sander, neem ons mee. Voor mij, als zei je 8, moest je ook beginnen. Nee, joh. Nou, Sander, vertel. Nou, oké. Kijk, je begint hier. Je hebt je eigen snelweg aan de voordeur. Oh ja. Oh, het is wel lawaaierig volgens mij hoor. Ja. Nee, dat valt wel mee. Ook een beetje onveilig. Waar is de stoep? Die heb je niet nodig. Dat is oranje. Oh. Oké, okay, ja. Dan gaan we binnen. Oh, ik heb geen deur nodig hoor. Entree. Oh nee. Hij mist een beetje wat ramen. Inbraakgevoelig of niet? Of anti-kraak of zo? Nee, het is open dag. Open dag, oké. Kunnen we hier de boelen? Nou, het is open dag. Dan kunnen we hier doen. Dit is een pooltafel, oké. Dit is een geïmpresseerde pooltafel, ziet er leuk uit, oké. Yes. Lampjes. En dan hierboven hebben wij... Oh, wel mooi glas dit, wel ruimtelijk. Ah ja, een trap, dat is ook handig. Dat, Wow! Hij mist een glas, maar maakt niet uit, oké. Okay. Ah, okay. Ja, modern, dat hoort allemaal bij het ontwerp. Oh, hier ook nog een zwembad. Ja, een stroomversnelling, een zwembad. Nice. Dit is het... Nou, dan kom je ook makkelijk uit, zie ik wel. Als je wat bejaard bent... En wat is dit? Precies, want je wordt totaal niet naar binnen gezogen. Hoor. Okay. Nee, joh. Dit moest eigenlijk een soort barretje worden. Alleen, aangezien Dylan ons weer geen 5 minuten extra tijd gaf... Hallo! Kon ik het niet afmaken. Oké, okay. Nou, ik moet zeggen, het ziet er goed uit, zeker weten. Ik vind het echt een hele vette. Even een applausje voor Sander, jongens. Maar ik mis wel wat gras. Ik mis ook wat gras. Daar is gras. Er zit toch gras. Bij Marijn. Nou, dan gaan we naar de volgende is Duffy 13. Echt? Oké. Dat is blauw of groen? Kom. Is dit modern? Kom. Oh, hallo. Wat gasten heb ik? Ik ga jullie maar eerst. Oh. Oké. Welkom in mijn mooie huis. Wat vooral is ingericht met een pooltafel. Zoals je kan zien. Dus ik zeg, speel lekker potje. Niet helemaal af, maar maakt niet uit, weet je. We hadden geen 5 minuten extra. Nou, we hebben boven ook een heel mooi bed natuurlijk. Oh. Ah, een bed. Ik snap niet de boerderij in. Ja, ik begrijp de boerderij wel een beetje. Maar goed, ik mis boven wel wat ramen eigenlijk. Maar wat is er dan precies modern? Want dit ziet er heel oud uit. Dit zwembad ook. Dit is niet oud. Het is een mosselvereniging. Een beetje verwaarloosd. Hier, wat is dit? Nou, dit noemt men 5 minuten te kort om iets af te maken. Gaat ze weer, jongen! Salty dus! En het zwembad. Nou, jongen, Duffy heeft een pooltafel, Duffy heeft een bed, Duffy heeft een deur en Duffy heeft een zwembad. In de vers, dus, Duffy houdt gewoon van het platteland, dat zie je gewoon, dat komt uit Assen, hè. En dan, mooie ik boerderij. Ik krijg ook gewoon het gevoel om Vlaams te spreken. Nee, niet Vlaams. Nou, het ziet er in ieder geval hartstikke mooi uit. Willem, stop maar weer. Ja, we gaan maar gewoon naar je huis toe, Willem. Dat is goed. We gaan naar de volgende. Nee, we gaan eerst naar Marijn. Marijntje. Hi, ik ben Joyce. Welkom in mijn huis. God. Hey, je hebt al een bewoner. Ik moet zeggen, dit is wel een handige deur dit hoor. Zo. Ja, ik ga zo lekker inbreken. Ik heb een heel mooi huis. Het is modern. Is het een kledingkast of is het huis? Ik wou zeggen, het is mijn inloopkast of niet? Ja, en kijk. Iemand heeft die lopen grieven, jongens. Niet eerlijk.
Hoe weet je dat nou weer? Dit was gewoon kapot, zo. Maar waar is de pooltafel? Maar waarom zit dat hout hier eigenlijk, Marijn? Inderdaad, waar zijn de pooltafels? Oké, ik ga het even, we gaan even wat vertellen. Marijn, je mist dus inderdaad de pooltafel, die ziet aanwezig. Dat is duidelijk. Je hebt wel een mooi zwembad. Je hebt een zwembad. Gaan we daarop houden. En met de stroomversnelling eruit. Met de stroomversnelling eruit. Ja, precies. Oh, fijn, toch lekker zo'n stroombestelling. Oh, tippie, hoor. Ja, is toch handig, handig. Nou, in ieder geval, Marijn ziet er leuk uit, in ieder geval. Zeker weten. Het is een beetje ik klein. Iets van de mooiste dingen die ik ooit heb gemaakt in de Build-Off. Oh my god. Ik kan ook presteren onder stress, sorry. Nog een gat in het raam. Nou, maakt allemaal niet uit. Het ziet er allemaal hartstikke goed uit, zeker weten. Dylan. Nou. 5 minuten tekort. Oh, ja. Ja, dus het is wel mooi, hoor. Het zijn wel minuutjes die het ziet er leuk uit. Beetje vierkant achter. Maar oké, we gaan door naar beneden. Willem, hey. Laatste deelnemer. Ja, nou kijk, dit is dus mijn gigantische grote villa. Door 5 minuten tijdsnood had ik niet iets moois kunnen maken. Maar hey, ik ben zo ver gekomen als ik wil. Het is een beetje donker. Hier heb je onze Mattie. We hebben, het is wel handig, we hebben hier wel een voetbalveld beneden. Dat is wel handig. Ja, en een paar vierkantige toren. Ja. Dat vindt wel wat. En ik kan zo naar binnen lopen. En dan mijn huis afkraken, hè. Ja. Mijn huis afkraken. Zo, ik heb een huis waar je gewoon een vloer in hebt, waar een poel aan staat, waar je naar boven gaat. En dit is gewoon grasveld. Geen eens sommige plekken deuren erin. Ja, weiland. Ja, als jij jouw huis naast mij hebt. Jongens, geen ruzie in de Build-Off. Willem, neem ons mee. Nou, kijk, we kunnen helaas op dit moment niet naar boven, maar er is een gat in het dak. Dat we doorheen kunnen. Nou, hier heb ik dus mijn bed staan en mijn micro-pooltafel. Jezus, Dylan. Dat is even lekker gek. Wat is dit? Ja. Waarom kan niemand van jullie een pooltafel maken? Ik kan dit toelichten. Het komt zeg maar, ik was te veel bezig met het exterieur van het huis dat ik interieur een beetje verwaarloosd achterliet. Kijk, het bed is nog wel redelijk. Wat wel heel cool is, jongens, dat hebben jullie niet. Hij kan in één keer zo het water in, hè? Ja, precies. Lekker veilig als je misspringt. Ja, lekker veilig. Dat was mijn bedoeling, jongens. In ieder geval, jongens. Willem, het ziet er leuk uit. Zeker weten, het ziet er leuk uit. Ja, van de buitenkant wel. En dan gaan we even mijn meningen geven. Want mijn mening telt mee, denk er goed aan. Want ja, ik ga vast vertellen. Bij mij op de 4e plaats bij deze Build-Off. Dylan, je bent heel aardig. Is geworden, in mijn geval. Jullie moeten natuurlijk stemmen op de trap beneden. 4e plaats is Marijn. Applaus voor Marijn. Marijn, yeah! Bijna op het podium. Op de derde plaats. Je bent eerste van onder, dat is goed. Waarom? Op de derde plaats laat ik eindigen. BD Wils! Wat? Oké, liever derde dan tweede. Maar dat is gewoon wat prettiger. Op de tweede plaats heb ik neergezet. Sander! Nee, doe normaal. Die boerderij? Nee. En de winnaar? Willem. Dat is van Duffy. Nee. Luister. Niet omdat de mooiste is, de winnaar is Duffy. Maar Duffy's huis is tenminste nog veilig. Oh. Duffy's huis kan tenminste niet. Het gaat naar de veiligheid, maar het ging toch om beelden of zeg wat het mooi was? Nee, het moet. Kijk dit huis, mensen. Wow. Je kan er gewoon. Dylan, ik wil je toch even meenemen. Kijk, dit zwembad is niet af. Nee. En dit is een boerhuis. Inderdaad, je hoort zeggen, het zwembad is niet af. Als we bij jou gaan kijken, ramen, deuren, vloeren. Er zijn toch wat meer dingen dan alleen een zwembad. Ja, het is geen huis. Kijk eens even bij je huis aan de buitenkant. Oké, jongens. Het ziet er mooi uit. Geen ruzie in de beeld. Nee, ik spreek wel de Storm Gathering, man. Alright, in ieder geval mensen, ik wil het hartstikke leuk deze beeld af. Qua mooiheid heeft Duffy natuurlijk niet gewonnen, maar... Mogen jullie gaan beslissen wie er gewonnen heeft. In mijn geval is Duffy, want Duffy heeft tenminste een veilig huis. Jongens, stem beneden bij mij natuurlijk in de strappel van deze video. Kan je natuurlijk reageren welke gewonnen heeft van deze 4 heren. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie meedoen. Dankjewel voor het meedoen, jongens. Graag gedaan. Zie jullie graag aan de volgende Mike of Build-Off. Vergeet niet te stemmen beneden. Lekker een berichtje achter. Ik zie jullie graag aan de volgende video. Later wat te zien en natuurlijk, peace.